echt live zijn, hè? Leuk dat je kijkt op Facebook live naar Leidse Rijn Centrum. En dat wordt binnen een half uur officieel geopend. En het is hier nu al hartstikke druk. Laten we een rondje gaan maken en eens even kijken hoe het hier een klein beetje uitziet. En als we, nou ja, joep. Ik ga maar even opkijken. Hier hebben de kinderen het al heel erg naar hun zin. Vanmorgen was ik hier al. Toen deed ik het nog niet. Inmiddels doet hij het. En hij wordt natuurlijk gelijk gebruikt. Een beetje koud lijkt het me voor de kinderen. Een mooie fontein. Er zit ook nog een, achter zit ook nog een soort cascade, een waterval, weet ik niet. Een stroompje. En hier zit nog een watervalletje rechts. Joep. Ja. Er gebeurt wat, Rick. En als we de andere kant op kijken, dan... Oh, je gaat oversteken. Goed. Als we de andere kant op kijken, Joep, dan zie je daar een podium. Waarop straks van alles nog wat gaat gebeuren. De officiële opening van de Leidse Rijkencentrum. Er is hier op dit plein tot een half uur geleden nog knoerd hard gewerkt om het klaar te krijgen. En om eerlijk te zijn, het is niet helemaal gelukt. Ja, dat is een beetje jammer. Joep, aan die kant zie je nog gewoon de keien liggen. Daar waren ze nog heel hard bezig. De bouwvakkers zitten inmiddels volgens mij een biertje te drinken. Maar hier rechts was... Oh, wacht even. Was ik bijna ook nat. Hier rechts was het nog niet helemaal klaar. Nou goed, we gaan even naar moeder lastigvallen. Mag ik u heel even lastigvallen? Het is live op Facebook. Is dit een aanwinst voor Leidse Rijn, dit plein? Natuurlijk, ja. Maar waarom? Ja, waarom? Vanwege alle gezelligheid. Het is eindelijk het volwaardige centrum waar we zo lang op gewacht hebben in Leidse Rijn. Waar haalt je die gezelligheid tot vandaag? Nou, bij elkaar. Bij elkaar, dus thuis en in de straat. Was ook heel leuk. En op de fiets naar het oude centrum, dat blijft leuk. Maar nou, met zo'n nieuw centrum erbij, dan kunnen we het dichter bij huis opzoeken. En toen je er vanmorgen voor het eerst doorheen liep, neem ik aan, of vanmiddag, wat dacht je toen? Nou, ik was wel aan het stuiteren van binnen eigenlijk, hoor je wel. Ja, die Jumbo van binnen, alles wat ze hebben op het gebied van, op alle gebieden. Wat mij heel erg opviel, ik liep hier vanmorgen dus rond en ik dacht van, nou, dit staat er al 20 jaar. Ja. Zo ziet het eruit. Nou, nee, dat vind ik niet hoor. Nee, ze waren nog druk aan het vegen en ze zijn overal nog wel aan het werk. Maar, knap stijltje werk zeg ik dan hoor. Goed gedaan. Oké, hey, dankjewel. Veel plezier. Ja, graag gedaan. Okay, we lopen even dat straatje daar in, Joep, als je het goed vindt. Even kijken om deze meneer heen. En dan zie je hier die, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, het stroompje. Het ziet er wel leuk uit. Er komt water van rechts. Struikel niet, Joep. Zo, nog een kind, doorweekt. Een beetje die kant op. En dan ga ik laten zien wat ik bedoel, van het ziet eruit alsof het er al jaren staat. Als je te kijken denkt, waar ben ik nou in beland? Nou, Facebook live. Ik ben Joep bij Facebook live. En we zijn in Leidse Rijn, Leidse Rijn Centrum. Dat wordt zo direct geopend. Vandaag voor het eerst open, heleboel winkels. En het is gelijk afglijvol. Joep, deze kant op, pas op het afstapje, pas op de keien. De straten hebben hier namen als, nou dit is Brusselplein. Deze weet ik even niet, maar het zijn allemaal hoofdsteden van Europa, Europese hoofdsteden. En als je nou zo kijkt, deze straat in, ja, het zijn hele hoge gebouwen, redelijk dicht op elkaar, met ja, allemaal balkonnetjes. En alle gebouwen zijn anders. Dat is bewust gekozen. Elk gebouw is door een andere architect gemaakt. En dan krijg je dus die afwisseling. En toen ik hier vanmorgen binnenstapte, of buitenstapte, hoe moet ik het zeggen, doorheen liep, toen dacht ik, nou, dit staat er al heel lang. Dit ziet er zo, nou, zo, ja, uit, alsof het uit of het er al heel lang staat. Mag ik u even wat vragen, meneer? Het is voor Facebook live. Dus we zijn live op Facebook. Oh, heeft u zelf ook Facebook? Nee. U heeft geen Facebook? Ik heb geen eens een computer. U heeft geen eens een computer, hè? Dus u moet het nog doen met echte winkels. U kunt niet even iets bestellen ergens. Dat is niet, nee. Nou, wat vindt u ervan?
Nou, de lef. Dat iedereen durft. Vandaag aan de dag. En wat is de lef dan? Want iedereen wil nog steeds lekker shoppen. Hoeveel wordt er verkocht op Facebook? Nou, Facebook wordt niet zoveel verkocht, maar op internet. Op internet, hoeveel wordt er verkocht? Heel veel. Ja, juist. Nou, zijn hun concurrenten allemaal. Daarom hebben ze lef. En daarvoor hebben ze lef, ja. Ja. Ja, dat je 30 ook in de winkel gezeten, dus ik heb begrijp er een klein beetje wat van. Maar ik vind het gewoon lef hebben. Wat vindt u geslaagd en wat vindt u minder geslaagd? Nou, ik moet nog even. Ik ben net een winkel, laat ik je zeggen. Ik ben net aan het rondlopen. Dus ik. U heeft nog geen oordeel? Ik kan nog geen oordeel geven. Ja, het enige wat ik had verwacht dat ze overdekt op waren. Overdekt? Ja. En waarom ja? Nou. Het regent. Ja, dan word je nat. Nee, ja, juist. Dat zijn. En dat vraagt men. Dat je overdekt moet worden. Ik, ja. Volgens mij in een nieuw winkelcentrum moet je overdekken. Ja. Maar ja, dat is. Het was ook een hele lading geld. Ik weet niet of het mag van de gemeente. Nee, dit is een nieuw centrum. Dit is een stadshart. Ja, een stadshart ga je niet overkappen. De oude gracht overkapt zou het er ook niks zijn. Maar dat is wat anders, hè, of niet? Niks anders. De oude gracht of dit? Het is iets anders. Ja, een klein beetje veel anders, hè? We gaan een stukje toch de concurrentie hebben met de hoge treinen. Ja. We gaan een stukje doorlopen. Veel plezier. Ja. Salut. Okay, dag. Joep, zeg maar, welke kant op? Die kant op? Oké, okay. Ja, die kant op. Ja, al die winkels vandaag open. Hele normale winkels die we overal kennen. De Hema zie ik. Ik zie een Blokker. Ik zie een Ethos. Ik zie een Kruidvat. Ik zie winkels met mode. Ik zie opticiens. En ik zie hier politici. We gaan ze even scoren. Meneer Gielissen. Dag meneer Verossen. U bent de fractievoorzitter van de VVD. Ja, dat klopt. Ja. En wij zijn live op Facebook. Mooi. Nou, aan deze kant is Joep. Okay. Mooi of niet mooi? Prachtig. En volgens mij ook het bewijs dat de aanhouder uiteindelijk wint. En wat bedoelt u daarmee? Nou ja, 5 jaar geleden stond eigenlijk alles op losse poten. Was het onduidelijk, gingen er ook geluiden op van stop er maar mee, halveer de hoeveelheid maar aan winkels en kantoorruimte en woningen. En als je kijkt wat er nu gepresteerd is, niet alleen door de ontwikkelaars, maar ook vooral door de bewoners van Leidsterrein zelf, dat is echt fantastisch. En hoe vindt u het eruit zien? Want daar gaat het eigenlijk over vandaag. Ja, over smaak valt niet te twisten, maar het heeft zeker wat. Ik zag al hele mooie recensies op Facebook en Twitter van hoofdstedelijke allure, alsof je in een Zuid-Europese stad waant. Maar nou, over smaak valt niet te twisten nogmaals, maar ik vind het er heel mooi uit. Oké, okay, de vraag die ik net ook aan die meneer stelde. Wat is er geslaagd en wat is er niet geslaagd? Wat er geslaagd is volgens mij is dat... Qua uiterlijk, hè? Qua uiterlijk, oh. Over die smaak. Bereikbaarheid moeten we nog gaan zien. Hè? Dus er komt volgens mij een hele mooie parkeergarage die er ook heel mooi uitziet. En wat er niet geslaagd is... Ja, ik vraag het straks voor maar een keer. Ik moet het nog wel even zien. Ik vind het lastig. Ja, die meneer zei dat het overkapt moeten zijn. Vanwege de wind. En vanwege de regen wel, ja. Ja, ik denk dat het wel meevalt. Uiteindelijk in de frisse buitenlucht is het altijd het beste. En ja, de verkapping is zo geplaatst, maar volgens mij is het voorlopig niet nodig. Nou, veel plezier bij het feestje zo. Dat is goed, dankjewel. Hoi. Want alle bobo's komen daar natuurlijk op af, op die even oppassen, op die onthulling straks, of weet ik, de opening van Leidsterrein Centrum. Als je zit te kijken en denkt, waar gaat het over? Dit is Facebook Live en we zijn bij de officiële opening van Leidsterrein Centrum. Om half vijf uur, dan gaat de burgemeester een lintje doorknippen, denk ik. Of hij gaat iets doen. Daar zijn we niet bij, maar we zijn even lekker aan het kijken hoe het hier uitziet. Oké, Joep Wees, moet ik die kant op, Joep? Ja, we gaan die kant op. Oké. Want daar schijnt de zon. We kijken of we stiekem even ergens in een winkel naar binnen kunnen. Dan gaan we even vragen of dat mag. Een leuk winkeltje. Iemand waar een eigenaar bij de voordeur staat. Nee, niet. Ja, het is echt gelijk afgeleidvol. Het lijkt inderdaad wel de oude gracht op zaterdag. Even kijken of er ergens een eigenaar bij een deur staat. Oh, daar is Joep. Wat loop je te lachen, Joep? Oh, je krijgt allemaal commentaar. Oké. We lopen even door. Even zoeken. Dit is een weg die midden door het centrum loopt. Er rijden dus ook auto's. Kijk, links, Joep, een auto. Ik snap het concept niet helemaal, want het zou natuurlijk ook prima geweest zijn om het helemaal autovrij te maken. Maar dat is dus niet helemaal gelukt, want er is hier wel een weg. Deze meneer wil graag oversteken. Ja, op zaterdag de oude gracht oversteken, dat blijft een probleem. En hier dus ook.
nou, ik wil even een winkeltje inlopen. We gaan even dit... Oh, sorry, ik sta ergens op. We lopen even dit winkeltje in. Joep, even wachten en dan vraag ik of het mag. Goedemiddag. Wij zijn hartstikke live. Facebook live. Mogen we heel even binnenkomen met de camera? Mag dat? Ja, mag het van u? Ja, mag het? Wie is de manager? Ik ben assistent. Mag het van de assistent? Kom maar dan. Oké, okay, kom even binnen. Joep, het mag. Heel goed. Hey, en dan wil ik ook wat vragen. Want zo'n eerste dag, is het spannend? Hartstikke. Onwijs. Je werkt ergens naartoe. En dan komen er zoveel klanten op de eerste dag. Ja, dat maakt het gewoon compleet. En wat zijn de reacties? Eindelijk. Eindelijk? Eindelijk. Hier hebben we op gewacht en we hoeven niet meer naar de stad. Dus ja, ze zijn blij dat we er zijn. En jullie hebben de afgelopen dagen waarschijnlijk ontzettend lopen stressen om het klaar te krijgen. Zie je het? Nee, ziet je echt niet. Nee, maar dat meen ik. Dat ziet je echt niet. Ja, we hebben enorm ons best gedaan met ons team om het voor elkaar te krijgen. Buiten is het nog niet helemaal af, maar wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Ja, er ligt nog wat zand voor de deur. Ja, maar dat geeft ook wel een beetje het tropische effect. Laten we het daar maar ophouden. Ja. Hartstikke goed. Nou, veel succes. Heel veel succes. Yo, dankjewel. Oké, okay, we gaan weer naar buiten. Pas op, staat een moeder met een kindje. Zo, even eromheen. Zo. Zo, weer naar buiten. Even kijken. Even rechtsaf. Er komen allemaal vlaggetjes tegen. Wat dat betekent, weet ik ook weer niet. Oh, ach, schattig. Allemaal kinderen met hesjes aan. En die gaan straks waarschijnlijk ergens een parade lopen. Ah, dat ziet er leuk uit. Oh, die gaan straks natuurlijk naar dat plein met al die vlaggen. Oh, wat leuk. Wat schattig. Ja, zwaai naar de camera. Heel goed. Ja, ja, leuk. Ja. En dan komen we... Ben je er al bij, Joep? Ja, je bent er al bij. Heel goed. Als je afvraagt waar je naar kijkt, live op Facebook, Leidse Rijn Centrum. Het wordt vandaag geopend en het is al gelijk gezellig druk. Nou, zullen we nog één iemand aanspreken? Zullen we even iemand aanspreken ergens? Even kijken of die wil. Nou, daar hebben we een aantal heren met een stropdas. Die slaan we even over. Die opening is straks om 16:30. En daar, dat is op een ander plein. Hey, daar staan allemaal hele hoge mensen. Maar we gaan toch even iemand aanschieten. Zullen we deze mensen eens aanschieten? Ah, één televisie. Mag ik jullie wat vragen, dames? Mag ik jullie wat vragen? Hoe jullie hierbij? Mag ik ze wat vragen? Tuurlijk. Oké, okay, nou dames, wat vinden we ervan? Ik vind het heel leuk dat deze winkelcentrum heel dichtbij bij ons is. Oké, okay, en waar deed je tot nu toe boodschappen dan? Bij de Jumbo. Nee, maar je ging lekker shoppen, maar dat kon dus niet hier. Waar ging je dan heen? Naar de stad, ja. Ja. Ging je naar de stad? Ja. En is dit leuker dan de stad of niet? Ja. En waarom? Omdat het dichtbij er is en... ja. Maar heb je ook al toffe winkels gezien waar je echt heel gelukkig van werd? De Mango. De wat? Mango. En wat verkoopt de Mango? Schoenen, kleding en dat soort dingen. Ja, echte meisjesdingen. Hey, veel plezier. Dankjewel. Ja, doeg. Doei. Oké, okay, ik zie daar mensen staan op krukken, weet ik veel. We gaan ze gewoon vragen wat ze gaan doen. Even die kant oplopen. En dan kunnen we langzaam teruglopen richting het plein waar om 16:30 die opening is. Misschien kunnen we dat gewoon blijven volgen. Even kijken. We gaan gewoon even vragen wat ze zijn. Dames, mag ik jullie even lastigvallen? We zijn live op Facebook. Mag ik jullie even lastigvallen? Wat zijn jullie? Wat zijn wij? Fantasiefiguren. Oké, okay, wat gaan jullie zo doen? Mag ik dat al weten? Ja, we gaan zo dadelijk paraat lopen op stelten naar het plein en dan de opening doen van het plein. Okay. Is dat niet eng zo hoog? Ja, ik bedoel, ik heb hoogtevrees volgens mij, maar... Nee, alleen de wind is een beetje spannend. Verder is het niet eng. De wind is lastig. De wind. Het waait iets harder dan vanmiddag, dus ja, dat is een beetje spannend, maar verder niet hoor. Veel plezier, succes. Yo. Ja, wel hoog hoor, Joep. Ja, Joep is hoog. Onze cameraman is 2,25 meter volgens mij. Nee, dat overdrijf je niet. Maar deze mensen waren nog hoger. Goed, als we hier dan weer links gaan. Wat je ziet is dat er nog wel allerlei dingen afgezet zijn. Hè? Daar zijn hekken. En een stukje verderop zijn er ook hekken. Dus het is nog niet helemaal af. En ook de buitenkant is duidelijk nog niet helemaal af. Dat is wel een beetje jammer. Nog niet alle winkels zijn open. Maar je kan dus gewoon... Je kan... Ja, we hebben de beroemdste Leidse Rijn dame. Mag ik je wat vragen? Of ben je, oh, je bent op pad zelf voor een andere...
Mag het? Meneer Goossens, we zijn live. We zijn live op Facebook. Live op Facebook. Ja, wat mij opvalt, heel veel media. Wij niet alleen, maar ja. Nou, jullie ook. Ja, en heel veel min of meer bekende Utrechters ook. Dus ik sta voortdurend. Hallo. Kennelijk is dat wel een evenement. Ja. Maar het is toch wel terecht als je zoiets opent? Ja, vind ik veel. Het is gewoon een winkelcentrum, toch? Het is gewoon een winkelcentrum. Ja. Nou ja, nee, ik zie dat het belangrijk is voor de buurt. En ik zie dat de mensen dol enthousiast zijn. Maar ja, het is natuurlijk gewoon een winkelcentrum. En vind jij het mooi? Almere Poort. Vind ik het... Almere Poort. Oké, ja. Ja, vind ik het... Ja. Nee, ik vind het niet mooi, maar... Dat... Lelijk. Wordt daar gefluisterd. Vind je het lelijk? Vind ik het lelijk? Ja. Je bent gewoon aan het werk vandaag. Ja, kom even kijken. Ik vind wat, nou, het is leuk dat het voldoet aan een behoefte. Dat is duidelijk. En ik zei net ook al tegen iemand, want het is natuurlijk wel het grootste stadsdeel van de stad. En dit gaat natuurlijk, wordt voor een belangrijk deel het nieuwe Utrecht. Dus het is heel goed dat het er is. Maar of het nou van belang is of het mooi is of niet, het is functioneel. Top, toch? Nou, succes. Ja, dankjewel. Jerry Goossens, columnist onder andere voor het AD Utrecht Nieuwsblad. Op pad met een eigen ploeg. Sorry. Ja, het barst echt van de journalisten en de camera's. Fotografen die hier al de hele dag rondhangen. Goed, ik zei dus, het is niet helemaal af. Even een klein doorkijkje naar rechts, Joep. Dan snapt de kijker ook waar we zijn. Want daar is de Cinemac, de grote bioscoop. Die bovenop de tunnel staat, de A2-tunnel. En je ziet dus die hekken dat niet af is. Goed, er komt straks dus een parade. En wij lopen kennelijk door die parade heen. Want ook weer een hele grote club met kinderen. Met vlaggetjes. Sommige kinderen kijken heel verveeld. En anderen kijken van, oh ja, gezellig, spannend. We lopen dus feitelijk een rondje. En dan komen we straks weer terug op waar we begonnen. Waar dat podium staat, waar die fontein is. Ook hier zie je dat er nog hard gewerkt wordt. Nu nog niet klaar allemaal. Winkels dicht. Jammer, hè? Ja. En dan komen we weer bij die weg die er dwars doorheen loopt. We gaan terug naar het plein, daar waar die opening straks gaat plaatsvinden. Hier zie je ook dat het allemaal nog niet helemaal, niet helemaal af is. Hier bijvoorbeeld nog wat rioolpijpen zo te zien en zand en stenen. Terwijl die op een andere kant staat. Dat was ook een klein missetje, want ik ben natuurlijk gewoon op de fiets gekomen hier naar Leidse Rijn toe. Dat is het allermakkelijkst. Mijn fiets staat daar ergens, in dat vak. Maar ik kon de fietsenstalling niet vinden en er waren geen bordjes richting de fietsenstalling. Oké, pas op Joep, hier weer omhoog. Zullen we nog iemand aan schieten? Mag ik u heel even lastig vallen? We zijn live op Facebook. Live op Facebook? Ja, mag het? Ik zit nooit op Facebook. Ja. De vraag is, vindt u het mooi? Ik vind het prachtig, ja. Een paar weken geleden was het toch helemaal niet af. Maar als je nu kijkt wat er allemaal gemaakt is, vind ik het toch knap. Ze hebben heel hard doorgewerkt die laatste week. Ja, heel hard doorgewerkt, ja. Ja, wij ook. U werkt ook door? Ja. De winkel hier? Bij Five Guys krijg je heerlijke hamburgers eten. U bent van de hamburgertent? Ik ben van de hamburgertent, ja. Dat is echt de beste van... Oké. Heel goed, we rekenen straks af. Maar waarom zijn jullie hier gaan zitten? Wat is de keuze om hier een winkel te openen, om een zaak te openen? Omdat er natuurlijk heel veel publiek is. Dat is goed voor ons, dat is goed voor iedereen. En het is een heel mooi centrum. En het is enorm druk, al gelijk vanaf de eerste dag. Ja, het is ontzettend druk. Hadden jullie dat verwacht? Nee, eerlijk gezegd niet. Merk je het ook in de winkel? Komen de mensen ook wat eten? Of kijken ze naar binnen van leuk en zijn we weg? Er staat een hele rij binnen nu. Dus ik kom er net vandaan. We hebben heel veel klanten, dus dat gaat heel goed. En geen spijt dus dat jullie hierheen zijn gekomen? Nee, absoluut niet. Nou, succes. Ja, dank u wel. U ook. Dag. Die had even goed reclame gemaakt voor zijn hamburgerketen. Laten we dan ook nog wat andere hamburgerketens doen die ook lekker zijn. Zo heb je McDonald's. Je hebt meneer Smakers. Wat hebben we nog meer? Nog veel meer hamburgerzaken. Net open. Dat is mooi. Zullen we even binnenlopen? Mogen we even binnenkomen? We zijn hartstikke live. Ja, geen probleem? We zijn helemaal live. Goedemiddag. Het mag, Joep. Mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk.
Wat vind je ervan? Prachtig, maar nog niet af. Het is nog niet helemaal af, maar ja. Al die openliggende stoepjes, dat soort dingen bedoel je? Precies, dat inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ik ben blij dat de winkels open zijn in ieder geval. En de loop zit er gelijk gigantisch in, onvoorstelbaar. Wat zegt u? De loop zit er onmiddellijk in, het is hartstikke druk. Klopt, ja, ja, echt wel. Het loopt nu goed door, ja. En heb je al wat verkocht? Ja, genoeg ook wel. Ja, ja, we mogen niet klagen. Het is een mooie eerste dag zo. Mensen zijn feestelijk, blij, dus ja. Dus wij zijn ook blij dan, hè? En het was stress de laatste weken. Dat klopt inderdaad. Ja, het was stress om alles op tijd af te krijgen, maar ons is het gelukt in ieder geval. Waarom zouden mensen hier gaan shoppen? Dus lekker shoppen hebben, dus mode, kleding. Yeah. En waarom zouden ze niet naar het centrum van Utrecht gaan? Ik denk dat veel mensen ervoor kiezen om hierheen te komen om de drukte te vermijden. Hier is het gezellig, niet te druk. En ja, in de stad natuurlijk zie je het zwart van mensen. Dus het is ja, zo druk daar. Dus ik denk dat mensen dan eerder voor Leidse Rijn kiezen. Ja. Okay, heel veel succes. Dankjewel. Joep, je moet er even nakijken, want ze hebben duidelijk een feestje gehad. Wat was het? Het was een feestje inderdaad, zeker weten. Confetti door de hele week. Inderdaad. Tot ziens. Ja, tot ziens. Dag. Goed, ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen, behalve van Thierry Goossens, columnist van het AD. Die was nog een stuk minder enthousiast. Pas op, hekje, Joep. Ik zal hem wel een keer uitleggen. Facebook, live. We zijn in Leidse Rijn Centrum. Rond 4:30 wordt het daar officieel geopend. En wij maken een blokje en laten een klein beetje zien hoe het er hier uitziet. Gezellige ballonnen boven de straat. Kleine kinderen die het naar hun zin hebben. Hoort het ergens bij? Ja, het hoort ergens bij. Hebben we goed. En dan zijn we terug op dat plein, waar het inmiddels stampersvol is. De politie is er ook gelukkig. En hier rechts zie je nog een stuk wat gewoon echt gebouwd moet worden. Dus we zijn, dat is een beetje kritiek van andere mensen, is dat er nog weinig aan cultuur is. Hè. De bibliotheek is nog niet klaar, er is geen theater, dat soort dingen. Daarover zijn mensen minder blij. Ja, dat klopt. En het is gewoon ook nog niet helemaal af. Nog even ter oriëntatie. Rechts daarvan zien we het station Leidse Rijn, het spoorstation. En als we daar weer iets verder zouden naar rechts kijken, dan zien we de gele brug. Oké, okay, nou, we gaan bijna beginnen. Ik denk dat wij langzaam gaan afsluiten, maar ik vraag even aan mijn regisseur wat hij ervan vindt. Oké, okay. Nou dan gaan wij langzaam afsluiten, want straks om 5:00 in U Vandaag, in het U-nieuws, dan kunt u zien hoe het officieel is, de officiële reactie van de wethouder die hier verantwoordelijk voor is. Dan komen we terug op de televisie om 5:00 bij U-nieuws. Dit was Facebook Live. Dag! Thank you.